aan mijn 13e jaar. En ik woon dus 70 jaar hier van dit jaar. En ik word met mei 83. Dus dat is een hele leeftijd om in één huis te wonen. Maar in ieder geval hadden we er niet graag uitgewild. We hadden heel graag blijven wonen. Maar dat lukt dus niet. Wij zijn van het huis uit waar ik dus vandaan gekomen ben. Waar mijn ouders ook in de melkhandel. Dus die zijn dus hier gebleven als melkhandelaar. Dit was vroeger de melkzaak. De toonbank was ongeveer hier, hè? Ongeveer hier. Ik moet ook nog foto's van hebben. En daar stond dan die ijskast. Die toonbank was ook dus hier. Tegenover die ijskast. En daar werd melk uit gemeten. Met een dingetje, weet je. Met een maat. Gewoon een liter of een halve liter. Dat is een blaadje dan voor het lekbak onder, zo schuin dan. En er werd gewoon dan met de maat melk aan de klanten geleverd. Maar ging ook naar buiten, ook om te venten. En net dat ik zelf met een melkstel gereden heb, met een hond eronder. En ook nog met een bakfiets gereden. Ja, dat was je misschien 18, 19, 20 jaar misschien dus. En met zo'n hond ging het lekker. Want die wilde wel. Want je kon eigenlijk verende die kaap vasthouden. En die hond die trok je geweldig mee. En die wou wel vooruit. Dus het was niet zo zwaar, niet zo moeilijk. En er was ook niet zoveel verkeer. Dat is wat nu zo vol is op de wegen. Dat had je vroeger niet. Dat bestond gewoon niet. Dus het was ook makkelijker. Ook de omgang met de mensen, dat is aangeboren misschien, ik weet het niet. Ik vond het echt enig altijd. Ik heb het later wel erg gemist. Maar ja, mijn man kon het niet meer, dus in één keer zei hij, doe het maar dicht, ik ga het maar niet meer. Hij kon het niet meer. Volkomen gesloopt. We hebben heftig geprotesteerd, maar we zijn helemaal op nul uitgekomen. En het hele wijk moet echt gesloopt worden. Wat eigenlijk zonde is, want de huizen zijn toch nog behoorlijk goed. Ze hebben in 10 jaar niets meer onderhouden. 20 jaar meer. Hele achterstallig onderhoud. Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. Maar dat het nu voor een hele hoop mensen heel verdrietig is, en zeker ook voor onszelf, dat je gedwongen wordt om er uitgezet te worden. En echt op moet duvelen. Want zo is het wel. Je hebt geen enkel, maar ook helemaal geen enkel recht om iets te protesteren van ik ga er niet uit. Je moet eruit. Dat is heel, heel pijnlijk. Maar dit is niet volmaakt. Dit is niet wat je wilde. En dat kan je niet meer veranderen. Dat blijft gewoon zo. We zouden er het beste van moeten maken, maar moeilijk blijft het. En je zal best nog een keer als je het huis uit, als het leeg is, een beetje huilen, denk ik. Maar ja, verder weet ik het ook niet meer.